toenemen van de technologie. Maar anderzijds zijn we eigenlijk wel een beetje aan het achteruit boeren. Globalisatie enzovoort. Maar ik denk dat meestal de vooruitgang is dus gesteund op technologie. Op het beseffen van natuurbehoud. De vooruitgang in de wereld, dat is voor mij dat alle mensen volwaardig echter menselijk bestaan. Dat is voor mij vooruitgang. Voor mij vooruitgang in de wereld is dat de mensen verdraagzamer worden, dat we beter omgaan met het klimaat en dat we meer denken aan de toekomst dan nu het geval is. Je kunt vooruitgang op verschillende manieren definiëren. Je hebt technologische vooruitgang, dus meer dingen die beter worden, producten, machines. Vooruitgang op sociaal vlak, misschien dat minder bedelen het beter hebben natuurlijk. En ik wil vooral nu eigenlijk mijn diploma eerst halen om dan verder te kunnen gaan, want ik zou graag naar Mexico gaan. Ik ga daar als duikinstructeur werken, dus maar dan moet ik eerst mijn diploma halen. Het duurt nog zeker 2 jaar, aangezien ik al wil blijven zitten. Dus, en dan zie ik dan. Wel de loopbaan, dus dat je een carrière kunt uitbouwen, financieel, dat het beter gaat, dus van die dingen. Momenteel zijn we aan het verbouwen, dus mijn doel is om het huis eigenlijk helemaal op te krijgen. In mijn job probeer ik een goede balans te creëren, werk-privé, maar toch nog een interessante job uit de wereld afreizen. Ja. Ja, we gaan samen de wereld afreizen. Ja, dat zou ik ook heel graag doen. Maar ik wil vooral naar Australië. Ah ja, ik ben meer van Latijns-Amerika. Eén grote droom is nog wel van mij, Costa Rica, om daar te wonen later. Maar dat is echt wel een kinderdroom. Ik denk niet dat hij gaat uitkomen, maar ik doe mijn best. Oh, naar de poolket gaan. Poolket gaan. Kindermaken. Zwemmen. Wat doe je? Ik heb.